roepen. Dan tel ik tot drie en dan roepen we allemaal bij je. Zullen we dat doen? Dus dan hoor ik het niet zo goed met Praatjes Piet. Nee. Maar ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Kokspiet. Goedemiddag allemaal. Hallo. Hallo. Wat zijn jullie stil? Nee, ja, het moet toch allemaal een beetje op gang komen. Oh, ja, ik hoor het zo wel. Ze zeggen straks wel goedemiddag, toch? Ja. Praatjes Piet. Ja. Ik ga jou even vertellen dat er wat goudstaven kwijt zijn. Hebben jullie dat gehoord? Ja. Ja, ik weet niet precies wie dat kwijt is. Volgens mij is Kluispiet ze vergeten. Maar wat wij altijd doen met die goudstaven, is dat we daar natuurlijk de cadeautjes van kopen. Dus dat is super belangrijk. Maar wat zijn goudstaven? Hoe leg ik dat nou uit? Een goudstaaf is iets wat je gebruikt om geld mee te maken. Dat is allemaal geel. Wacht nou even. Nee, dat is geel. Wacht nou even. Nee, dat is geel. Dat zoeken we niet. Nee, dat lijkt je niet om. Nee. Maar jongens, weten jullie hoe een goudstaaf eruit ziet? Kunnen jullie Praatjes Piet misschien... Wacht eens even, Praatjes Piet. Wacht even. Wat is dat nou? Wat is dit? Dit weet ik. Smaakaroma. Wat is dat nou, jongens? Smaakaroma. Kom maar aan. Kom maar. Ik heb er even een vast. Oh, lekker zet. Heerlijk. Ja. Nou, en is heel dichtbij, hè, natuurlijk. Ja, dat snap ik wel. Zo. Super. Ja, goed zo. Zo. Mogen jullie weg door de pakjes? Oh ja. Sinterklaas. Hoe komt deze dan hier? Dat weet ik niet, Sinterklaas. Lag dat hier op het bureau? Nou, blijkbaar. Ja, maar jongens, wat is er allemaal aan de hand? Ja? Ik heb tekening voor. Dit heb mama gemaakt en dit heb ik gemaakt. Oh, een beetje samen. Ja, eentje voor de boodschappen. Eentje voor de... Wie weet het nog? Chocoladeletters. Chocoladeletters. En voor de cadeautjes. Oh, en ja, deze is voor de... Boodschappen. Ja. Hoe komt die dan? Is die alles aan boord kwijtgeraakt? Ja, dat denken we. Dus de Piet hebben we vanmorgen al de hele ochtend gezocht, maar wij konden het zelf niet vinden. Ja, dus nu hebben we de kinderen gevraagd om ons te helpen. Waarom gingen jullie dan hierheen? Ja, maar hier zijn we ook geweest. Maar we hebben het niet gevonden. Maar jij hebt hele goede ogen, denk ik. Ja. Zullen wij dan met z'n allen een gezellig Sinterklaas zijn? Oh, dat is wel leuk, hè? Ja, leuk. En welk liedje gaan we dan zingen? Je mag het zeggen. Wat is jouw lievelings Sinterklaas liedje? Ginds komt de stoomboom. Of Sinterklaas kapoet. Of bonnen. Ja. Of Sinterklaasje, kom maar binnen, ik ben er al, maar Geert. We hebben er nog meer hoor, Sinterklaas. Sigrins komt de stoomboot. Sigrins komt de stoomboot. Ik tel af, hè, dan komt hij, hè. 3, 2, 1. Sigrins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe huppelt zijn paardje, het dek op en neer. Hoe waaien de wimpels al heen en alweer. Piet, wat is er aan de hand? Probleem. Voor Dordrecht moeten we alle cadeautjes nog kopen voor pakjesavond. Dat is een heel groot gedeelte en ik heb net mijn goudstaaf geteld en ik... Ik ben er 3 kwijt. Je bent er 3 kwijt? Nee, ik ben er 3 kwijt. Je bent er 3 kwijt? Wat was er nou maar iemand die ze had gevonden? Goudjes gevonden. Wij hebben alle 3 goudstaven gevonden. Hebben jullie goudstaven gevonden? Hebben jullie, drie goudstaven gevonden? Ja. Dan moet je me even uitleggen. 3 stuks. Ik heb normaal altijd 18 ogen.
zegt, een beetje doorlopen. Dat zijn de dingen. Een beetje doorlopen naar achteren. Ja, jongens, we kunnen allemaal wat doorlopen hoor. Dat we allemaal goed in de schaduw staan. Het is lekker warm. Zullen jullie allemaal zien dat ik mijn laatste drie... Ik ga ze meteen terug weggaan. Vandaar. Mag ik ook één goudstaaf? Twee. Goudstaaf? Nee, ik moet ze wel houden, anders dan wordt het niks. Ontvraagd. Dan hebben wij nog één ding te doen, Pieter. Wat dan? We moesten bedanken. Dansen. Bedanken? Ja. Een dankje voor de kinderen. Wauw, dat is een hele grote kluis. Ja. Supermoeilijk. Super moeilijk. Super moeilijk. Ja, dat zeker. Die kant op. Ja hoor. Pieter, die is natuurlijk de sleutels. Kijk, gaat super. De S van super. Ook nog eens een keer. En wel goed op slot doen, hè? Ja, goede sleutel. Hij zit heel goed op zitten.